Naast mij zit Safira Jahangir. Zij is econometrist bij de Centrale Bank. Safira, je bent er enkele dagen voor de World Bank en IMF Annual Meeting 2019. En je vertelde me dat je enkele seminars hebt bijgewoond. Wil je ons iets daarover vertellen? Ja, dat klopt. Ik heb al een aantal seminars bijgewoond. Een interessante was risk management bij centrale banken. Waarom dat zo interessant is, is omdat wij recent een nieuwe afdeling, een riskafdeling hebben opgezet binnen de bank. En dat is namelijk heel belangrijk, omdat je bent de toezichthouder, je bent de... Je geeft aan hoe het bij de banken moet en al. Vele banken hebben ook een risicomanagementafdeling. Dus het is heel belangrijk dat het ook bij de centrale bank is. Wat is risico eigenlijk? Risico is een onzekere gebeurtenis die invloed kan hebben op je doelstellingen. Wij geven de standaarden ook aan banken. Banken voldoen aan standaarden of niet. Maar ze zeiden ook tijdens het seminar, practice what you preach. Dus, dus we zijn op de goede weg nu bij de bank met deze nieuwe afdeling. Ik moet wel zeggen dat we al zo'n beetje aan risk management deden. Bijvoorbeeld, we doen aan financial risk van ons internationaal research portfolio. Maar dat was dan zeg maar op een andere afdeling. En we deden ook aan informatiebeveiliging, ISO. Dat was dan ook een aparte werkgroep. Maar nu hebben we dan één afdeling die daar dan de overzicht van heeft. En deze afdeling moet dan ook zeg maar, ervoor zorgen dat de bank riskbewust wordt, risicobewust. Want het is belangrijk dat we met de hele bank en alle afdelingen nut ervan zien van riskmanagement. En waarom het moet. En dat gaat dan ook met sessies met de verschillende afdelingen en ook bankbreed. Het is natuurlijk heel belangrijk dat de samenleving ook hiervan op de hoogte is. Je hebt het over een nieuwe afdeling, de voordelen van de mensen die daar ingezet zullen worden en de activiteiten die jullie allemaal in planning hebben voor de komende tijd. Maar de vraag is natuurlijk, hoe gaat de Surinaamse samenleving hiervan op de hoogte gesteld worden en wat is de impact eigenlijk voor ons? Om het even anders te zeggen, kijk, we hebben een sociaal-maatschappelijk doel. Dus ons risicomanagement is heel anders eigenlijk. Bij de commerciële banken bijvoorbeeld, ze hebben een ander doel, winst en dat soort dingen. En er zijn ook internationale standaarden voor hun. Bij de centrale bank, voor centrale banken, dat heb ik ook hier dus geleerd bij het seminar, er is nog geen eenduidige richtlijn voor riskmanagement bij centrale banken. Is dat van eminent belang dat dat wel gaat gebeuren? Misschien wel, ja. En ik denk misschien dat IMF ook misschien daaraan gaat werken voor een eenduidige richtlijn. Maar ja, je moet ermee beginnen, want je zit al in die trein. En alle banken zijn al ook in die trein. En ik heb ook gezien tijdens seminars, hebben we dat ook gezegd, dat want IMF doet aan safeguard assessments bij verschillende banken. En dan kijken ze, dan geven ze je een maturity score, hoe ver jij bent met jouw bank. Ik ben heel erg nieuwsgierig. Hoe staat Suriname daarvoor? Wel, we zijn in de beginfase en ik geloof erin. Ik geloof erin, ja. Yeah. Goed. Je gaf aan dat je natuurlijk die seminars hebt gevolgd. Eén daarvan was de Risk Management Seminar. Mag ik weten welke tools zijn aangereikt en welke natuurlijk toegepast zullen worden bij de Centrale Bank van Suriname? Ze hebben niet echt de tools besproken, maar ze hebben wel gezegd dat ze bezig zijn met een working paper over die tools en die gaan ze binnenkort publiceren. Dus ik kijk er echt naar uit om die door te kunnen geven aan de risk management afdeling op de bank. En zodat zij wat eruit kunnen halen. Goed zo. Safira, het is je eerste keer in Washington DC. En het is ook de eerste keer dat je de World Bank IMF Annual Meeting bijwoont. Wat vind je van het gebeuren? Ik vind het geweldig eigenlijk. Waarom ik dat zeg? Nou, er zijn natuurlijk heel veel landen die je tegenkomt. Je komt je peers tegen. Je houdt gesprekken met ze. Hoe gaat het bij jullie? Kijk, we hebben een nieuwe afdeling. We zijn hiermee bezig. Je kan ze ook vragen voor bijvoorbeeld technical assistance. De banken die al wat verder zijn erin. Ik bedoel, wij hebben het voordeel dat wij dingen niet hoeven uit te vinden. We kunnen gewoon met andere banken praten en kijken hoe zij het hebben gedaan. Want ze hebben het voorwerk eigenlijk al gedaan. Dus het is niet alleen die seminars volgen. Het is een beetje netwerken. Zie je ook van, zo achter zijn wij helemaal niet. Snap je? Wanneer je in Suriname zit en je hoort verschillende dingen, denk je van,
waar zijn we eigenlijk? Maar als je hier gesprekken voert, dan zie je van, hey, we zijn echt best wel goed op weg. En ja, dus dat is een van de belangrijkste. En ja, al die research papers die worden gepresenteerd natuurlijk, daar leer je echt enorm veel van. En dat geeft je ook meer motivatie om ze allemaal te gaan lezen en echt kijken wat je eruit kan halen. Ja, ik vind het echt geweldig dat ik hier ben en dat ik dit kan meemaken en zoveel kan leren binnen 1 week. Een van de highlights is natuurlijk het feit dat de Centrale Bank dit jaar het initiatief heeft genomen om met een aantal young professionals, specialisten, de annual meeting bij te wonen. Zou je meer over dit initiatief kunnen vertellen? Want dit is natuurlijk de eerste keer, hè? Het is een geweldig initiatief. Ik vind juist van hoe zijn we nu pas hier beland eigenlijk. Want het is er elk jaar en nog bij 2 keer per jaar. Zoals spring meetings als annual meetings. En er zijn zoveel seminars over zulke belangrijke onderwerpen. Dit moet eigenlijk elk jaar gebeuren. Want ja, je mag dit eigenlijk niet missen als centrale bankier. Dit is de key. Dit is waar je hoort wat er gebeurt over de hele wereld binnen jouw regio. We hebben de presentaties, we hebben het ook, die approach hebben we ook binnen de bank met deze nieuwe governor. Alles moeten we delen en we hebben ook onze breakfast meetings en hij roept je dan echt naar voren van kom en vertel wat heb je geleerd. Je moet er nou ook, en dan is het echt met de hele bank, hè? Dus niet alleen de young professionals of alleen de afdelingshoofden, nee, everybody is daar. En je vertelt het en de kunst is dan, hoe ga je dat vertellen? Zodat het begrijpbaar wordt. En ook natuurlijk voor de Surinaamse samenleving. Dat het begrijpbaar wordt, want niet iedereen is econoom of econometrist. Ja. Ik vind het zo mooi hoe je met zoveel enthousiasme vertelt over wat je doet. En hoe je het doet en hoe je het ervaart. En zoals ik eerder aangaf, is er een heleboel dat je hebt geleerd tijdens de annual meeting. Wat zijn de 2 belangrijkste dingen die je zeker meteen zou willen implementeren binnen de Centrale Bank? Wat ik hier heb gezien is dat sustainable development heel belangrijk is. Zoals climate change. Dus even kijken wat we daarmee gaan doen in Suriname. En tweede, wat ik echt belangrijk vind. We hebben heel veel voor fintech gezien. En fintech is nu echt opkoming. Geloof me, we zijn in Suriname. We zijn er niet bewust van. Misschien kan ik erbij vertellen dat ik gisteren een big tech meeting heb gevolgd. Een seminar heb gevolgd. En wat houdt big tech in? Big tech zijn de vier grote maatschappijen. Amazon, Facebook, Google. Die zeg maar ook fungeren als soort van financiële instellingen. En hun eigen currency hebben. En dat is natuurlijk, ze worden niet gereguleerd. Want ze zijn geen banken. Ze vallen niet onder toezicht van de centrale bank. En hoe ga je daarmee om als centrale bank? Dat is natuurlijk heel belangrijk. Kijk, die Surinamers nu, we zijn ook veel bezig met social media. Iedereen heeft een smartphone. Dus ik neem aan dat we in de toekomst ook involved zullen zijn met deze big tech companies. Ik heb gisteren dus ook een seminar gevolgd over digital currencies van de centrale bank. Bij een centrale bank. Of dat moet komen of niet. Dus ja, er komt heel veel. Wat is er precies daaruit de bus gekomen? Dat we moeten gaan kijken hoe we dit gaan reguleren. Hoe gaan we toezicht houden op deze big tech companies? Moet dat domestic zijn? Dus, of moet dat een global iets zijn? Want ja, deze maatschappijen zijn ja, globally. Is Suriname er klaar voor? Wel, als het globally zou plaatsvinden, dan zullen we, we have to get on that train. En ik geloof erin. Wat is een, welke tip zou je willen meegeven aan de Surinaamse samenleving? Aan de Surinaamse samenleving? Wel, be informed. Lees hierover wat we hier hebben gedaan, annual meetings. Er is heel veel online te vinden. Zodat ook de Surinaamse samenleving een beetje up-to-date kan zijn over wat er in de wereld gebeurt wat betreft de global economy en ja, finance. Safira, het schiet me net te binnen dat je tijdens ons vorige gesprek had over de minister van Financiën en jullie ontmoeting en je sollicitatie. Wil je ons meer daarover vertellen? Ik was enthousiast toen ik het hoorde, dus ik vind het sowieso iets dat je weer zou kunnen delen met de Surinaamse samenleving. Oké, dat ging dus over hoe ik bij de bank ben beland eigenlijk. Misschien voor de jonge mensen in Suriname. Wel, ik heb econometrie gestudeerd in Nederland en toen ik was geslaagd, had mijn vader dat in de krant gezet toen ik mijn master haalde. En de governor
wilde echt een econometrist op de bank hebben, wat ik ook heel goed begreep. En hij heeft dat gelezen en heeft gezegd van, haar wil ik en zoek haar op en kijk of zij terug wil naar Suriname. Ja, dat... Geweldig. En je gaf natuurlijk aan dat jij de economie meet als econometrist, yes? Ja, je past zeg maar, om even een beetje technisch te doen, wiskundige en statistische methodes pas je toe op economische data. Om daaruit natuurlijk meer informatie uit te halen. Ik wil je hartelijk danken voor deze insights en natuurlijk heel veel succes de komende dagen. Dank je.